Hoi, vandaag ga ik jullie laten zien wat mijn make-up routine is van iedere dag. Iemand vroeg hierom en ik dacht, nou, dat heb ik eigenlijk al een tijdje niet meer laten zien. Want je make-up routine verandert natuurlijk af en toe, mijne ook. De ene keer gebruik ik iets op een bepaalde manier en tegenwoordig gebruik ik het weer anders. En ik dacht, dat is leuk om te delen. Nou, ik heb natuurlijk mijn website en ik heb altijd heel veel producten om te testen, dus ik gebruik redelijk veel. Al ben ik tegenwoordig, neig ik echt wat meer naar de naturel kleuren. Dus ja, felle kleuren en zo gebruik ik liever tegenwoordig als ik naar een feestje ga of zo. En ja, ik ben echt meer van de nude kleurtjes geworden. Terwijl ik wel heel erg van felle kleuren hou. Oké, laten we beginnen. Wat ik altijd doe is eerst mijn handen desinfecteren. Dat is heel belangrijk, want je handen hebben altijd heel veel bacteriën erop en zo. Ik krijg wel vaker de opmerking van, je doet geen dagcreme op voor je make-up. Dat hoort er ook bij. Jawel, alleen ik vind dat meer je gezichtsverzorging. Maar goed, ik zal het laten zien. Ik gebruik nu Clinique Dramatically Different Moisturizing Lotion op mijn gezicht. Dus dat heb ik al opgedaan. Dat is mijn basis voor de make-up, zeg maar. Ik begin met de foundation. Ik gebruik nog steeds deze. Hij is bijna op. En als ik wat donkerder ben, als ik een shower tan heb gedaan, een spray tan, dan gebruik ik deze van Pupa. Die vind ik heel fijn, maar ik ben nu heel wit. Dus ik gebruik deze weer even. En ik breng mijn foundation het liefst met een platte bufferkwast aan. Dus dan doe ik zo. Dat is wel heel veel, maar... En dan... En als concealer gebruik ik nog steeds mijn geliefde Zuffa palet. En deze kleur gebruik ik. Dus je ziet zelfs al pen. Hey, hier zo. En ik gebruik tegenwoordig het liefst zo'n fluffy blending kwast. Gewoon erin dippen. En aanbrengen waar het moet. En tenslotte poeder ik het af met mijn favoriete Maybelline Dream Matte Powder. Er zit zo'n goor plakbandrandje op. Moet je niet naar kijken. Maar ik ben echt helemaal verslaafd aan deze poeder sinds kort. Ik heb hem altijd bij me in mijn tas en ik eindig ook altijd mijn make-up hiermee. Zeg maar mijn gezichtsmake-up. Gewoon als finish. Voor mijn wenkbrauwen gebruik ik Pupa wenkbrauwpoeder en de deksel die is eraf, die is kapot. Helaas, het gebeurt nou altijd. Favoriete producten gaan die dingen kapot. Nou, en ik gebruik mijn Anastasia kwastje daarvoor. Ik ga altijd overheen met wenkbrauwgel. Deze is van Pupa ook. Ik gebruik Urban Decay Primer Potion met een kwastje. Dat breng ik aan. En nu ga ik met oogpotlood te werk. Mijn favoriet Urban Decay oogpotlood in Zero. Helaas niet in Nederland te koop. En ik ben tegenwoordig heel subtiel met oogpotlood. Ik ben niet meer zo van de dikke lijn. Ik hou ervan om het gewoon te tijdlijnen. En daar naar beneden ook een heel klein beetje. Maar ik doe beneden liever ook meer met oogschaduw. Ik gebruik 3 kleuren oogschaduw. Deze van de Body Shop. Dit is een duo in copper. En daarbij gebruik ik MAC Shroom. Zoals altijd. Ik gebruik de MAC 239 kwast. Voor de lichtbronzen kleur. Deze breng ik aan over het ooglid. Een beetje erboven. Ik gebruik elke dag andere oogschaduw hoor. Maar eigenlijk het liefst dit soort tinten de laatste tijd. En ik gebruik mijn blending brush voor de donkerbruine kleur. Laatst vroeg wat mensen of ik de look wilde maken die ik in een filmpje had. Nou, meestal is dit hoe ik het doe. Als ik echt een beetje haast heb, gewoon
lichte kleur hier, medium hier, donker hier. En dan zo, met deze kwast samen breng ik dus. En nog een keertje met shroom eroverheen. En met een heel klein kwastje breng ik het ook aan onder mijn oog. En ik gebruik de donkerbruine kleur. Ik ben de laatste tijd echt verslaafd aan onder het oog oogschaduw aanbrengen. En ik focus vooral aan de buitenkant met de donkere kleur. En ik doe een beetje van de lichte kleur hier. Ik gebruik vaak nog een wattenstaafje om het te blenden. Klein beetje. Ik weet niet, wat de staafjes echt perfect voor. Wimpers krullen. Ik ben helemaal weg van Mac Opulash. Het is echt een hele fijne mascara. Een van de betere mascara's die ik getest heb. Ten slotte breng ik nog graag een blush aan. Dit is NARS Orgasm. Super mooie blush. Deze gebruik ik wel vaak. Daarna doe ik mijn lippen en ik begin met NYX Iris Lipstick. En daaroverheen doe ik MAC L. Zo'n mooie lipgloss, maar hij was limited edition. En dat is het. Dit is mijn dagelijkse make-up. Mijn daglook. Dit is hoe ik er liefst elke dag bij loop. En ze zegt dat je shimmer maar tot je 25ste mag gebruiken. En aangezien ik volgende maand 24 word, heb ik nog een jaar. Maar ik denk dat ik daar niet zoveel om geef. Ik denk dat ik echt voor eeuwig shimmer blijf gebruiken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en ik hoop dat je er misschien iets uit hebt gehaald voor jezelf. Dit is dus hoe mijn dagmake-up eruit ziet. En bedankt voor het kijken. Doei!